mocht een nieuwe zaal, omdat de zaal gewoon af was. Het was heel glad. En toen zijn we gewoon zelf aan tekenen gegaan en toen hebben we dat ingediend. En dat is toen gelukkig goedgekeurd. En we zijn heel blij dat we dit zelf hebben ontworpen en dat dat hier nu ligt. Absoluut. We hebben hier natuurlijk te maken met heel veel opleidingen die ook echt wel met kinderen werken. Dus wij dachten dat spelelement moet terugkomen. En we werken ook heel veel met thema's. De Bravo-thema's, om ze ook wat bewust te maken van hun eigen leefstijl. Dus bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. 30 keer jumping jacks. Dan ren ik terug. Gaan we in ons vak de oefening doen. 30 keer 1, 2, 3. En dat doen we heel veel in estafettevormpjes. Dus we hadden zoiets van, we moeten daar iets in doen. En dat is natuurlijk in die hoeken met die ABCD, met de kleuren, ja, is gewoon perfect. Je hebt veel meer opties om overal sprongetjes te maken en je kan allemaal banken verschuiven en je kan basketballen en noem maar op. Je hebt heel veel wat je hier kan doen en daardoor is het ook leuk om gewoon van alles te proberen. Bijvoorbeeld dingen die je met een normale gymzaal niet zou kunnen doen, die opties heb je hier wel en daar moet je ook zeker gebruik van maken, vind ik. We zijn juist, kom maar weer lekker in beweging en doe maar soms dingen die je misschien anders niet doet. Ja, en als het met zo'n vloer extra kan stimuleren, ja, dan is het alleen maar een win-win voor ons, voor de student en voor de hele locatie. 1, 2, 3.